Met ons product Dynamische Routekaart koppelen we verduurzamingsmaatregelen aan het onderhoudsplan en de actuele energiedata en wordt het mogelijk de energietransitie te monitoren. Onze aanpak is door het ministerie van EZK goedgekeurd als alternatieve aanpak voor de EED-audit. In ons platform geven we inzicht en overzicht via een dashboard. Deze bestaat uit 5 tapjes die je kort zal doornemen. Tap 1 geeft inzicht in de scenario's. Hierin zie je zowel op gebouw als op portfolioniveau de effecten van maatregelen. Aan de linkerkant zie je het huidige energieverbruik en aan de rechterkant de effecten van dit scenario. Wanneer u op een ander scenario klikt, worden de effecten aangepast op zowel portfolio als op gebouwniveau. Op basis hiervan kunnen we bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit afwegen van scenario's per gebouw. In het tweede tabje kunnen scenario's met elkaar worden vergeleken, waardoor u een keuze kunt maken tussen bepaalde doelstellingen van gebouwen. U kunt bijvoorbeeld de ambitie Paris Proof vergelijken met een scenario terugverdientijd levensduur materialen en het verschil in kosten, opbrengsten en energiebesparing vergelijken. Zo kunt u per gebouw en op het niveau van de gehele portefeuille een keuze maken in de verduurzamingsambitie. In het derde tabje zien we per gebouw de effecten van de maatregelen. We zien hoe op portfolioniveau en per gebouw de pakketten zijn opgebouwd. En we kunnen zien welke maatregelen kosteneffectief zijn en op portfolioniveau de grootste CO2-impact hebben. In het vierde tabje koppelen we de energiedata met de slimme meters door middel van een software-interface. Hierbij krijgt u inzicht in de energieposten, het maandverbruik en het energieverbruik per uur. Zo kunnen we gebouwen met elkaar vergelijken en kunnen we filteren op bijvoorbeeld jaar en energiedrager. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar het energieverbruik van een specifiek gebouw en daar lering uit trekken. Het laatste tabje noemen we de dynamische routekaart. Hierbij worden de maatregelen in de tijd geplot. Zo zie je het energieverbruik per vierkante meter van de verschillende gebouwen, hoe dat terugloopt in de tijd en in welk jaar ze bijvoorbeeld Paris Proof worden. Bij het uitzetten in de tijd zoeken we met u naar de samenloop en overlap met de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Door het MJOP in te laden kunnen we doorgaans 10 tot 20% kosten besparen op de verduurzaming. Hier komt automatisch een financiële planning uit. Per energiedrager ziet u hoe het energieverbruik terugloopt per jaar. Hetzelfde geldt voor de CO2-reductie. In de maatregelenkalender ziet u in welk jaar welke maatregelen gepland staan. Ons platform is gericht op uitwisseling van data met Excel of een API. Zo is het mogelijk om later aanpassingen te doen en of data te importeren of te exporteren. Doordat we de geprognosticeerde ambitie toetsen met actuele meterstanden, heeft u overzicht of u op koers loopt. Omdat het hier gaat om dynamische data, kunnen we op gebouwniveau later vrij makkelijk aanpassingen doen. We kunnen jaartallen veranderen, de opslagen aanpassen of nieuwe maatregelen aanvinken. Op deze manier bieden we controle en flexibiliteit. En bent u voorbereid op veranderingen in de toekomst en kunt u steeds optimale keuzes maken in de energietransitie.